Mijn gewicht was eigenlijk een drama. Kijk, ik ben geen meisje dat altijd super slank is geweest. En die ambitie heb ik eigenlijk ook nooit gehad, want ik ben heel tevreden met wie ik was. En wie ik ben eigenlijk, weer opnieuw. Maar gewicht speelde opeens wel een rol, speelde nooit een rol. Ik was een hele sportieve meid. Ik heb gestudeerd in de sportsector, dus... Ja, je bent continu bezig met bewegen en gezond zijn en met wat het lichaam doet. En ineens verandert er iets. Dus je komt aan, en niet langzaam aan, maar best snel. Het ging bij mij toch wel met 5 tot 6 kilo per maand. Wat al extreem is. Maar los daarvan kwam je niet alleen aan, maar je voelde je moe, maar je zag je lichaam ook veranderen. Vocht vasthouden, alles werkte anders. De ogen gingen raar staan, de nek ging tekenen. Alles wat eigenlijk bij zo'n schildklierproces hoort. Maar dan moet je wel weten dat het over je schildklier ging. En in die periode dat ik dat doormaakte, ja, voelde ik me heel eenzaam. Want ik dacht, ik mankeer iets. Waar gaat dit heen? Hoe ernstig is dit? Op een gegeven moment wist ik wel dat het de schildklier was. Maar dan nog is het eng dat je ziet dat je lichaam zo verandert. Want je neemt niet alleen in gewicht toe, maar er zijn ook beperkingen daarin. Hè? Dingen die je niet meer kan of wil doen. Maar je hele silhouet, je hele uiterlijk verandert. Kleding. Je gaat ineens in een andere hoek je kleding uitzoeken. Want je hoort ineens bij de grotere maten. Dat is dus wel een drempeltje. Mentaal is dat best zwaar. Want het gebeurt en je moet, want je zal door moeten. Want je kan niet in je naakje naar buiten. Maar eigenlijk wil je het liever niet. Eigenlijk wil je het tegenhouden. Maar het proces is niet te stoppen. Het enige wat je kan doen is er doorheen. En proberen voor jezelf zo draaglijk mogelijk te maken. Maar dat is niet leuk. Dat is niet fijn. Want het lichaam verandert. En bij mij was dat extreem. Uiteraard ga je zelf van alles proberen om het te stoppen. Om het proces te stoppen. Sowieso ga je extreem op je voeding letten. En mijn ervaring was eigenlijk, hoe meer ik op die voeding ging letten, hoe meer ik zelf in de spiegel een soort van alien zag verschijnen, die nog ernstiger veranderde, omdat het geen invloed heeft. Maakte niet uit, al had ik een appel per dag, het bleef zoals het was. Al had ik willen wandelen of hardlopen, hele stukken zoals ik dat voorheen deed, het had geen effect. Ik kon het fysiek ook niet, maar je bent heel beperkt in je middelen en in je kunnen. En je zoekt elke stroomhalm die je vinden kan. Dus je probeert wat je wel kan. Dus de kleine dingetjes die ik nog wel kon, die wilde ik per se blijven doen. Wat een heel ziekmakend iets op een gegeven moment voor jezelf creëert. Want je legt voor jezelf de lat vrij hoog. Want je moet van alles. Want jij zal invloed hebben op het proces. Maar ja, het werkt helaas niet zo. Dus van kleine dingetjes, zoals het letten op voeding, zoals kleine bewegingen blijven volhouden. Nou is dat natuurlijk altijd supergoed, maar het hielp mij niet in het herstel van wie ik was of mijn schildklierprobleem. Je bent wanhopig en je wilt terug naar wie je was. Dus van dieet naar dieet. Je leest het een, je leest het ander. Je leest een vakblad, je komt bij de dokter. Je leest iets over bepaalde aandoening. Dat zou misschien bij mij ook wel helpen. Van het extreem veel water drinken naar een soepdieet. Naar hele dure diëten die er waren. Het heeft me allemaal niks gebracht. Uiteindelijk is het gewoon doorzitten. Gezond blijven leven zoals je het doet. En gezond blijven bewegen binnen de cirkel van wat jij kan fysiek. Maar dat weet je aan het begin niet. Want je wil aan het begin daar helemaal nog niet aan. Want hoezo is iets jou op die manier de baas dat het jouw leven regeert? Tot in de kleinste details. Het leven zijn van iemand wie je bent. Van het willen worden van moeder. Van een echtgenoot zijn. Van de carrière die je in gedachten had. Daar wil je niet aan. Je gaat ten strijde en je denkt, ik ga van alles proberen en hier kom ik lekker uit.
Maar uiteindelijk kom je er pas lekker uit door het gewoon door te zitten als je goed bent afgesteld.